In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen is Martin van der Hooft in gesprek met Sylvana Rickert van GroenLinks. Sylvana Rickert, lijsttrekker van GroenLinks. Yes. Welkom. Dank je. Ja. We gaan het hebben over je programma, maar eerst wil ik even heel iets over Sylvana zelf weten. Want ik denk dat je van alle lijsttrekkers misschien wel de meest onbekendste was. Ja. Wie is Sylvana Rickert? Nou, ik ben 32 jaar. Ik woon sinds 2,5 jaar in Zwolle. Hiervoor woonde ik in Arnhem. Ik woon in Assendorp. Ik ben ook echt verliefd geworden op Assendorp. Ja, wil je niet, zou ik bijna zeggen. Absoluut. Maar nog voordat ik de rest van de stad had gezien, kende ik Assendorp. Mijn zusje die woonde hier, die studeerde hier aan de Artes een paar jaar geleden. Dus ik kwam wel eens bij haar bezoeken en dan kwam ik in Assendorp. En met heel veel geluk hebben wij een huisje kunnen vinden en woon ik daar dus met mijn vriend Hendrikus. En naast het werk voor de raad werk ik ook als, wat ik ga doen hè, voor de raad, werk ik als adviseur bij een adviesbureau in Amersfoort. En wij geven advies aan de overheid op tal van gebieden. En zelf hou ik me vooral bezig met het verduurzamen van de business cases van kleine sociale ondernemingen. Ik hoor verduurzamen, ik hoor kleine ondernemingen, ja. Ik hoor overheid, ja. ik denk GroenLinks. Nou, dat is mooi. Ja, toch? Dat is precies, ik hoop het inderdaad, wat ik voor mijn werk doe, straks ook heel mooi te kunnen verbinden met wat ik inderdaad. Ja, ja. En wat je dus dan voor de stad gaat doen. Gaat doen. Ja. Was je altijd al politiek actief voor GroenLinks voordat je naar Zwolle kwam? Ja, ik ben al, zolang als ik me kan herinneren, stem ik in ieder geval GroenLinks. Ik ben al jaren lid van ze. Toen ik in Groningen studeerde, toen was ik al actief met flyeren, zeg maar, bij de verkiezingen. En toen ik in Arnhem woonde, werd ik actief in het bestuur van GroenLinks. Maar ik kwam erachter dat het beter bij mij past om gewoon me echt te bemoeien met de inhoud. Want daar word ik zelf veel blijer van. Dus ik kan niet wachten om de raad in te gaan zo meteen. Ja, nou, mooi. Ja. Dat gaat vast lukken, want je staat op nummer 1. Ik hoop het, ik hoop het. Dus dat gaat vast lukken. Ja. Hey, we gaan het hebben over het verkiezingsprogramma. De titel, die waren jullie vergeten. Ja, zegt iedereen. Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel grappig hoe het met die titel gegaan is. We hebben echt enorm zitten broeden op ons programma. Je ziet het, het zijn 24 pagina's. Ja, het is een enorm verhaal geworden. Het is ook wel heel typisch voor GroenLinks hoor. We zitten helemaal in de inhoud en dan op het laatste moment bedenken we, er moet nog een titel komen. Ja. Dus ik zal heel eerlijk zijn. Credits zijn niet voor GroenLinks Zwolle, maar voor GroenLinks Leeuwarden. Okay. Want wij hebben plagiaat gepleegd en wij mochten hun titel, die zij voor hun verkiezingsprogramma hadden gebruikt, duurzaam durven delen, die hebben wij gewoon overgenomen. Duurzaam durven delen. Ja. Dan raak je al 3 van de 4 hoofdstukken. Ja. GroenLinks. Een partij die heel erg met duurzaam is. En dan kijk ik naar het programma en dan pas op hoofdstuk 3 de duurzame stad. Maar dat zeg ik zelf hoe belangrijk we het vinden. En sowieso is het echt een heel moeilijke keuze waar je iets neerzet. Want duurzaamheid is het meest belangrijk, maar goed, sociaal net zo goed. Ja. Zijn groen en rood. Dus waar begin je mee en waar zet je neer? Waar het staat in het verkiezingsprogramma, dat zegt maakt niet over hoe belangrijk het dan en dan, hoe hard we ons ervoor gaan inzetten de komende jaren. Dus, we beginnen met het eerste hoofdstuk, heet Zwolle open stad. Wat wil GroenLinks zeggen, of wat betekent voor GroenLinks een open stad? Nou, een open stad is voor ons een stad waarin iedereen kan meedoen. Dat betekent ook mensen die hier net zijn aangekomen, statushouders, vluchtelingen, mensen die op de een of andere manier moeite hebben met participeren in de samenleving. Dus wij willen ervoor zorgen dat er in Zwolle niemand aan de kant staat en we staan open voor iedereen. Dus we willen ook uitstralen dat we mensen welkom heten. Ja. En hoe ga je dan als GroenLinks daarop profileren? Want dat geluid hoor ik eigenlijk bij zeker het gros van de partijen. Ja. Nou, daar ben ik heel blij om eigenlijk, want dat maakt denk ik ook dat Zwolle ook echt een hele sociale stad is. En het is heel fijn dat wij dat niet in ons eentje hoeven te verkondigen, dat geluid. Nou, als je kijkt naar wat een verschil zeg maar ten opzichte van andere partijen is, denk ik bijvoorbeeld de mate waarin wij vluchtelingen een warm hart toedragen.
Dus wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan, wij willen ook verder gaan dan bed, bad en brood aanbieden voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Wij vinden echt dat op het moment dat je hier komt, dat je mee moet kunnen doen aan de samenleving. Niemand heeft er iets aan dat die mensen op straat staan en ja, niet mee kunnen doen. Dus wij willen ze echt in vergaande mate helpen om door middel van vrijwilligerswerk of stages een plekje te laten vinden. Nou werk je bij een bureau dat de overheid adviseert. Ja. Ga je dan vanuit jouw GroenLinks gedachte, ga je die overheid adviseren om die regels te veranderen? Want bed, bad en brood is wat in Den Haag beslist wordt en waar je als gemeente eigenlijk niet aan mag komen. Nee, maar je kan wel meer doen dan wat er op landelijk niveau geadviseerd wordt. En het is leuk dat je het zegt, want ik ben net voor vluchtelingenwerken in Nederland, heb ik een opdracht gedaan. Dat ging over ondernemerschap onder statushouders, hè? Dus in hoeverre zij een eigen bedrijf kunnen beginnen. Nou, dat is een perspectief als je dat geeft aan een statushouder, ook aan de uitgeprocedeerde statushouder. Hè? Want heel vaak, in heel veel gevallen, krijgt die uiteindelijk alsnog een verblijfsvergunning, omdat ze gewoon nergens naartoe kunnen. Dus je kan wel doen alsof je ze een tijdje in de wacht zet of een tijdje een soort van onzichtbaar maakt. Maar vroeg of laat komen die mensen weer bij jouw gemeenteloket. Melden ze zich weer en moet je er wat mee? En wij zeggen, ja, doe niet kinderachtig. Neem die mensen gewoon vanaf het begin af aan goed mee. En kijk, kan je ze ergens vrijwilligerswerk laten doen? Kan je ze stage laten lopen? Heel goed, heel belangrijk is de taal natuurlijk. Om de taal goed te leren. Nou is een kritiek op die openheid en dat welkom heten van asielzoekers. Is vaak van, ja, maar onze eigen mensen dan? Ja. Hoe maak je als GroenLinks daar dan de ruimte voor? Wat doe je extra voor de mensen, de autochtone Zwollenaar, zeg maar, die het ook soms heel moeilijk heeft? Nou, 12,5% van de Zwollenaren leeft in armoede. Ja, daar hebben wij ons sociale hoofdstuk aan gewijd. Ik denk dat wij heel veel doen voor die gewone Zwollenaar. Voor die Zwollenaar geldt in eerste instantie natuurlijk ook, waar het kan, proberen we die te laten meedoen in de samenleving. Dus dat is helemaal niet anders voor vluchtelingen dan voor autochtone Zwollenaren. De stad maak je met elkaar en iedereen moet zoveel mogelijk in staat worden gesteld om mee te doen. Ook als het eventjes moeilijk gaat, als je rotjaar achter de rug hebt, je bent misschien net gescheiden, je moet bijstand aanvragen omdat het op je werk niet goed is gegaan. Ik denk dat wij bij uitstek echt die partij zijn die zorgen voor een heel goed vangnet, daar ook geld voor beschikbaar stellen en zorgen dat iedere Zwollenaar mee kan komen. Ja. Geld beschikbaar stellen is in een stad, betekent altijd keuzes maken, andere keuzes maken. Ja. Waar moet dat geld vandaan komen? Ja, dat is altijd een mooie vraag, hè? Moeilijk om te beantwoorden als je niet het totaalplaatje voor je neus hebt. Kijk, ik denk dat het in Zwolle heel goed gaat, gelukkig. Hè? Wij hebben een hele grote aantrekkingskracht op bedrijven en op mensen. Dat zie je aan het feit dat er allerlei mooie grote bedrijven naar onze stad toe trekken. Dat zie je ook aan de druk op de woningmarkt op dit moment. Ja. Ja, er komen heel veel mensen van buitenaf. Ik ken ze ook persoonlijk, die vinden Zwolle heel interessant en die komen. Ik ben er zelf een. Ik ben een nieuwe Zwollenaar. Ja. En al die bedrijven en al die mensen, die nemen ook weer geld mee. En dat zie je ook aan de begroting. Het gaat goed met Zwolle. Dus ik denk ook dat wij in de positie zijn nu om ervoor te zorgen dat iedereen kan meeprofiteren van die groei. Want dat is voor GroenLinks heel erg belangrijk. Wij zeggen, ja, het is leuk als het goed gaat en het is fijn als er overal hele mooie, nieuwe, dure woonwijken uit de grond schieten waar de happy few een mooi huis kunnen bouwen. Maar iedere Zwollenaar moet mee kunnen profiteren van. Heb je dan als gemeentelijke overheid ook invloed op bijvoorbeeld het beleid van die bedrijven die graag naar Zwolle komen? Nou, ik denk het wel. Zeker op het moment dat ze zich hier willen gaan vestigen, hè? Dus als ze hier nieuw naar de stad komen, dat is een heel goed moment voor de gemeente om te onderhandelen met zo'n partij over onder welke voorwaarden ze hier komen. Kijk, ten eerste zijn we natuurlijk gewoon blij met ieder bedrijf dat hier naartoe komt, maar tegelijkertijd hebben wij als stad ambities op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van het sociale domein, waarvan we zeggen, daar moeten die bedrijven ook aan meedoen. Dus als je bijvoorbeeld hebt over participatieplekken,
Ja. Nou, op het moment dat een bedrijf zich hier vestigt, dat is een goed moment om met een bedrijf in gesprek te gaan over, ga jij ook Zwollenaar met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen? En ik vind trouwens in Zwolle, dat vind ik echt opvallend, als nieuwkomer zie ik dat, is het bedrijfsleven ontzettend betrokken bij wat er allemaal gebeurt in de stad. Ja. Ik bedoel, die leveren vrijwilligerswerk, locaties, sponsoren. Mm-hmm. Dus ik vind het bedrijfsleven in Zwolle echt heel erg sociaal. En ik denk ook dat je die nodig hebt dus om ze te betrekken bij nou ja, het realiseren van jouw doelstelling. Oké. Okay. Ja. Dan komen we toch bij hoofdstuk 3, want zoals je al gaat dat in zo'n gesprek dan... Ja. Dan val je van het ene onderwerp in het andere onderwerp. Ja. Het moet jou ook meest op het hart geschreven zijn, want Zwolle moet, wat GroenLinks betreft, een duurzame stad worden. Ja. Nou vind ik de persoonlijk de ambities om in 2050 pas klimaatneutraal te zijn, maar ja, dat is niet echt ambitieus. Is niet echt, nee. Je had toch wel wat harder gemogen. Ja, dat zeggen wij ook, dus wij zeggen 2040. Ja. Wij zetten hem 10 jaar, trekken hem 10 jaar naar voren en dat betekent wel alle hands aan dek. Dat is wel heel belangrijk om ook bij mee te geven, want ja, het gaat echt, het gaat niet makkelijk worden. Dat betekent wel echt dat we als gemeente, als je zegt, we vinden het belangrijk die duurzaamheid, we vinden dat klimaat belangrijk, ja dan moet je nu ook durven kiezen voor allerlei maatregelen die die ambities ook realistisch en haalbaar maken. En dat betekent bijvoorbeeld dat wij vinden dat Zwolle minstens de helft van zijn energiebehoefte op eigen grondgebied moet gaan opwekken. We lopen voorop met zonnepanelen, maar we denken dat het nog steeds meer kan. Dus we zijn heel blij met die koppositie. Ja, ik zou zeggen uitbouwen vanaf daar. En kijken wat er verder nog nodig is om, om zoveel mogelijk van je energiebehoefte klimaatneutraal en op eigen grondgebied Je zegt we lopen voorop met zonnepanelen. Ja. Er is ooit een keer een plan geweest dat alle woningbouwverenigingen de nieuwe huizen helemaal vol zouden moeten leggen met zonnepanelen. Ja. We hadden het net over bedrijven, die spreken we aan op van hey, hoe doe je mee? Woningbouwcoöperaties. Moeten de gemeenten dat ook naar woningcoöperaties bijna verplichtend gaan opleggen? Ja, wat mij betreft wel. Ja. En ik denk, heel veel woningbouwcoöperaties zijn hier ook uit zichzelf goed mee bezig, maar hebben soms wel even een steuntje in de rug nodig van de gemeente. Is ontzettend belangrijk, want een heel groot gedeelte van de woningen in Zwolle is van een woningbouwcoöperatie, dus daar gaan mensen niet zelf in investeren. Kunnen ze misschien ook niet. En het is heel belangrijk juist dat die woningen energiezuiniger worden. Vooral ook, dat is een ander punt in ons programma, omdat in die woningen vaak mensen met een kleine beurs wonen, de minima. En op het moment dat je in een verouderd pand zit, wat niet goed geïsoleerd is, dan stok je rot. En dan ben je gewoon een heel groot gedeelte van jouw inkomsten ook nog eens kwijt aan je energierekening. Nou, dat vinden wij echt zonde voor het milieu, maar vooral ook zonde van het geld. Dus wij zeggen, tref nou maatregelen, zodat die mensen ook gewoon wat meer geld overhouden om gewoon van te leven. Ja, we hadden het over woningbouwvereniging. Geldt dat ook voor de particulieren? Ja. Nou, je woont zelf in een oude wijk waar toch heel veel koopgroepen zit. Heel veel oude woningen, slecht geïsoleerd. Ja. Moet de gemeente een gedeelte van dat vele geld, wat er misschien wel is, daar ook voor reserveren, beschikbaar stellen? Ja, ik denk dat we dat wel moeten doen. We zien wel dat particulieren vaak al heel veel doen op het gebied van duurzaamheid. Dus heel veel particulieren die maken die investering. Maar er is nog veel meer mogelijk. En ik denk dat het vooral aan de gemeente is om duidelijk te maken wat er mogelijk is. Dus stel zoveel mogelijk informatie beschikbaar over wat kan jij nou in Assendorp of in Diezen of in Stadshagen doen zelf om jouw eigen huis te verduurzamen en wat levert dat dan op voor de stad en wat levert dat op voor jou zelf. En mag dat de stad ook geld kosten? Dan mag de stad ook wel wat geld kosten. Ja, geld ja, ik denk dat het een combinatie is. Kijk, uiteindelijk moet je die investering aan je huis doen jezelf. Maar goed geïnformeerd zijn en beseffen wat er mogelijk is en wat dat jou ook kan opleveren. Daar heeft de gemeente volgens mij wel een...
Nou, hebben we het over duurzaamheid. In Zwolle lijkt dat 1-op-1 gekoppeld te zijn aan windmolens. Je noemde ze niet, je zei wel zonnepanelen. Ja. GroenLinks zegt ook van we willen heel graag dat een heel groot gedeelte in Zwolle zal opgewekt worden. Kan dat zonder windmolens? Dat kan windmolens? Niet zonder windmolens. Nee, dat kan niet zonder windmolens. Nee, ja, daarom hebben wij ze in ons programma expliciet ook opgenomen. Hebben vorig jaar laten uitzoeken hoe de energiemix eruit moet zien in Zwolle als je die ambities van 2050 wil halen. Ja. Dan zie je dat er een aanzienlijk gedeelte gewoon moet komen van wind. Omdat het niet alleen kan met zonnepanelen en ook niet, zelfs niet als je zeg maar beschikbare plekken waar je door middel van geothermie warmte op zou kunnen wekken. En door waterkracht elektriciteit zou kunnen opwekken, zelfs als je die naast die zonnepanelen zet, dan haal je het nog steeds niet. Nee. Dus je hebt gewoon een aantal windmolens nodig om je energievoorziening te verduurzamen. En nou is windmolens misschien wel het grootste voorbeeld van not in my backyard. Ja. Hoe ga je bewoners overtuigen dat die dus wel bij hun in de achtertuin komt. Ja, en ik snap ook heel goed, want hier in Zwolle hebben we echt slechte voorbeelden gehad de afgelopen jaren, van waarin die communicatie rondom de komst van die windmolens gewoon niet goed is gelopen. Ja, volgens mij moeten Zwollenaren eigenlijk altijd mee kunnen praten over hoe, dit is de opgave en hoe gaan we dat nou oplossen. Ja. En niet pas op het moment dat er heel concreet een windmolen op een hele specifieke plek komt, maar al veel verder daarvoor. Ja. We kunnen nu met elkaar stellen, dat is gewoon bekend, we hebben een grote opgave. Ja. Het klimaat verandert, wij moeten als Zwolle een steentje bijdragen en dat moeten we doen door energie duurzaam op te wekken. Dus inwoners, denk mee over hoe doen we dat en waar doen we dat. En op het moment dat je dan met elkaar kiest voor een bepaalde mix, hè, dan moet je ook de inwoners die het meest raakt, hè, dus in wiens backyard het gaat komen, in een heel vroegtijdig stadium aan tafel zetten en zeggen, luister, we hebben een goed onderzoek gedaan, het blijkt dat het bij jullie het meest voor de hand ligt, hoe gaan we het zo inpassen dat jullie er ook een beetje gemak van hebben en niet alleen maar last en hoe kunnen we jullie zoveel mogelijk compenseren, want ja, het is... Dus eventueel zelfs extra mee laten profiteren. Absoluut, van, financieel extra... laten mee profiteren van die windmolen, want het zou bizar zijn dat de hele stad, dat er allerlei huishoudens gebruik kunnen maken van die groene stroom straks. En dat jij er last van hebt. Ja, absoluut. Dus ik vind echt een goede financiële compensatie vind ik essentieel voor de mensen die die windmolen in hun tuin krijgen. Ja, eigenlijk is dat wel een mooie brug naar het vierde hoofdstuk, dat is de slimme stad. Ja. Want punt 1 zeg je van laten we als stad in zijn totaal slim zijn, ja. Maar de stad die kan veel slimmer als wat er nu is. Hè? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, we hebben gelukkig steeds meer technologische middelen die dat ook makkelijker maken. Dus we worden steeds meer geholpen door de ICT en de techniek, hè, als mensheid. Ja. Maar ik denk dat Zwolle is een slimme stad. Ik denk dat er in Zwolle heel veel creativiteit en wijsheid zit. En ik denk dat de gemeente dat nog heel onbenut laat. Dus het gaat aan de ene kant dat hoofdstuk over de techniek en de ICT. En hoe kunnen we dat beter ten dienste stellen van de gemeente en van de inwoners. Vooral van de inwoners natuurlijk. Maar ook hoe kan je inwoners gewoon goed aanhaken. Want ja, we hoeven niet alles in het gemeentehuis te verzinnen. Liever niet, zelfs volgens mij zit er veel meer wijsheid buiten het gemeentehuis. Ja. En hoe haak je die mensen goed aan op wat je aan het bedenken bent, aan plannen en aan... Ja. En eigenlijk zijn we dan weer terug bij het eerste hoofdstuk, want een open stad zorgt dat inwoners welkom zijn, maar maak ook gebruik van de kennis en wijsheid die de inwoners in zijn totaliteit hebben. Ja, en wij omarmen de diversiteit in de stad daarom, dus dat wil ik toch nog een keer benadrukken, want hoe diverser de geluiden zijn, hoe beter je plannen ook worden en hoe beter je plannen ook kan toetsen aan allerlei verschillende invalshoeken. Dus,
We maken er een eind aan. Dat wil niet zeggen dat we die 24 pagina's hebben gehad. Nee. Er staat ook nog heel veel in over cultuur bijvoorbeeld, wat heel erg mooi zou zijn. Iedereen die kan het bij jullie op de website, programma teruglezen. Zeker. Het is niet het meest flitsende programma misschien, maar het is wel heel erg op de inhoud. Nee, dit is wel een puntje voor onszelf. Ja, ja. Volgende keer moeten wij Practice What You Preach, dan gaan we ook mensen laten meekijken van buitenaf. En als het even kan, ook de creatievelingen in onze stad die ervoor zorgen dat het naast een inhoudelijk stevig programma, dat het er ook flitsend uitziet. Ja, oké. Sylvana, bedankt. Ja, heel veel succes de komende anderhalve week, want als we dit gesprek voeren duurt het nog maar anderhalve week en dan gaan we je daarna terugzien in de raad. Dat is zeker. Ja, oké. Dankjewel.